Idee. Hoe combineer je symfonie met blues? Wij waren het nog nooit eerder tegengekomen. Dit is ook vrij uniek, maar we hebben het een keer gedaan met classic rock. En dat werkte bijzonder goed. En aangezien ik van de generatie classic rock ben, dus opgegroeid ben met blues, vond ik eigenlijk dat we ook iets met blues moesten doen. Alleen, het verschil zit hem in dat we bij de classic rock de zangers pakten. En ik vond het eigenlijk wel een hele uniek iets om een combinatie te maken met een assortiment Night of the Guitars. Dus de gitaristen in de hoofdrol te zetten. De meeste zingen ook nog, dus dat maakt het dan nog wat makkelijker. Dat is eigenlijk een beetje de reden geweest om die combinatie te maken. Aan het Symphony in Blues Festival zitten we in de kleedkamer met de hele gitaristenformatie van Oberg. Ted Oberg zelf, Mickey Hupp. Een hele eer lijkt me om bij zo'n orkest te mogen spelen. Tuurlijk is dat ontzettend leuk. Toen jij gevraagd werd, heb jij nog moeten nadenken van wat moet ik in godsnaam voor een symfonieorkest doen of wist je het gelijk? Ik heb het als meer gedaan. Ik vind het te gek. Toen jij nummers mocht kiezen, had je een probleem met het kiezen van een nummer of zeg je nee, deze moet per se erin komen? Nee, zij wilde Albie Boogie en het Wengling Doodle. We hebben toen zelf, Mick en ik hebben toen Stormy Money aangedragen. Symphony in Blues bij 013 staat naast Mickey Hupp en die staat samen met Ted Oberg op het podium. En ja, we kennen hem, sommigen kennen hem ook van Blacktop, is hij op dit moment bijzonder actief mee. Maar nu is het heel wat anders. Normaal is een drieën of een vier op het podium en nu een 40 of 50. Ja, dat is heftig, heftig. Maar het is wel ontzettend leuk, hoor. Iedereen zit er helemaal in, dus dat komt wel goed. Met de repetities ging het hartstikke lekker, dus prima. Hoeveel hebben jullie moeten repeteren eigenlijk voor zo'n productie als dit? We zijn gisteren begonnen, alleen gisteren en vandaag. En vanavond staan we er. Jullie mochten vier nummers uitkiezen. Wie heeft het bepaald bij jullie? Ted? Ja, in overleg met Ted en Joost. En Joost van den Broek en Ted Oberg. We hebben zeg maar zo heen en weer gemaild van wat vinden we leuke liedjes om te doen. Wat zijn goede bluesnummers? Nou, we doen natuurlijk Albie Boogie van Living Blues en Wang Dang Doodle. En Stormy Monday. En ik doe samen met Jan Hoving doe ik nog twee nummers. Eentje van Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Ik geloof dat het zelfs de Bobby Blue Band is. En we doen Since I've Been Loving You van Zeppelin. Dus dat wordt cool. Die hebben gehoord. Hij is heel goed bij stem. Ja, staat heel bekend. Hele symfonieorkest achter je bij dat nummer krijgt. In ieder geval een bedoel ik even een Led Zeppelin nummer. Ja, dat geeft wel een andere dimensie zeg maar aan zo'n nummer. Ja, dat geeft wel, het is al apart. Ik vind het heel mooi. Ja, ik had het niet verwacht. Ik had ook zoiets van wat voor voorstelling wat wij moeten maken, dat weet ik niet. Maar ja, ik vond het wel te gek. Ja. Toen ze jou vroegen, zei dan gelijk, zei direct ja, dat lijkt me een geweldig idee. Ja, tuurlijk. Ja. Oh my.
now you're audience are here in well in waiting for the symphony and blues concert is happening, and next to me is Ian Siegel, and we spoke him before, and he broke a rib, and now he's all in plaster because he's broken a leg. Yeah. When can we interview in a whole piece with nothing? I'm working my way through my body, and eventually I'm going to break every bone until, you know, till I've had that full experience. Yeah. Well, let's call it the blues. But tonight you're going to play. You're going to play with a symphonic orchestra. Yeah. When they phoned you and they had an idea, what triggered you to do a show like this? They said they'd pay me, so I turned up. No, it's a really interesting project, you know. I don't know many musicians that would turn down an opportunity to work with a full orchestra. You know, it's great. It's really something completely different. You know, what is different than playing any of your own show with a normal band? Well, for one thing, you can't really improvise a jam. You know, it's everything is scored and structured. But that has a beauty in itself. You know, so. But the whole sound is different, you know, everything. It's this huge, beautiful sound. You know, it's wonderful. Yeah, we saw the run through, and you had some really silent pieces where you play acoustic on your guitar, and then the whole band is coming in. Yeah, dynamics, yeah, yeah, yeah. You could choose four pieces of music. Was it difficult to narrow it down to four for you? Actually, three, as it turns out. But, yeah, it was difficult because, you want to choose something that's appropriate for an orchestra, and something that's going to work, something that's still entertaining, you know. So yeah, I thought about it quite a lot, you know, and so hopefully I've chosen good pieces. But, yeah. We're going to wait for it in the scene tonight. Well, wish you got a luck, and don't bring anything else on the stage. We'll see how it goes, you know. I'll try. Break somebody's heart. Naast me staat Tineke Schoenmaker, dan noemen we maar even de grand old lady van de blues in Nederland, en dat is een vloeken in de kerk, want als je ziet staan, staat er nog een schone hinder naast me van, ik weet niet wat. Maar daar zijn we niet voor aan het interviewen. Tineke, toen ze jou vroegen om mee te doen met Symphony in Blues, wat was jouw eerste reactie? Nou, toen ik het plan hoorde met het orkest erbij, met strijkers en alles. Niet alleen maar een blaasorkest, maar daar was ik meteen helemaal enthousiast. Want dat gebeurt je niet elke dag, hè? Nee, kon jij gelijk een keuze maken uit de nummers die je graag wilde zingen? Nou ja, vrij snel. Ik had uiteraard ook Blind uitgekozen voor vanavond. En ja, dat is wel een klassieker, maar ik heb hem eigenlijk nog maar heel weinig gezongen. 1 of 2 keer live met een andere band als gast. En dat was nog niet zo lang geleden. En dat had een behoorlijke impact. Zowel op de mensen als op mezelf ook wel. Ik vond het echt heerlijk om te zingen. Dus, en met. Het leent zich goed volgens mij met orkest. Jammen was nog een vak apart. Moet concrete afspraken maken op het podium met 6 gitaristen of 7. Oh, dat ja, ja dat, maar dat moet je zien als een grapje. Dat is gewoon even dat was een gezellig feestje. En dat, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Als het vanavond afgelopen is en ze zou zeggen: Ted, volgend jaar doen we het weer. Wil je van de partij zijn? Ja hoor. We gaan het beleven.